Goedendag dames en heren. Even zonder mijn smoelwerk. Even kijken of mijn camera nog blijft doen. Ja, oké, die doet het nog. Dit is Tinus zijn handler. Ja? Steeds dezelfde agent, steeds op iedere locatie waar Tinus is. Het is allemaal gesynchroniseerd, geregisseerd. Tinus is een informant. Tinus mag net zoals Tanus Gukman lekker vrij rondlopen, mensen bedreigen, van allerlei gekke dingen doen. Ja. Tanus Gukman, de trammoordenaar, mocht dat ook. Die mocht op gebouwen schieten. Nou, die ging niet de gevangenis in. Had een vrouw verkracht. Mensen met de dood bedreigd. Gedreigd, van alles en nog wat. Tanus Gukman. Veiligheidshuis regio Utrecht. Karel van Duivenbode. Nou, en dit is Tinus Koops. Informant. En dit is agent Vonk. Zo stelde hij zich voor rond 2014, 15 dacht ik dat ik hem voor het eerst ontmoeten. En dat is zijn handler, jongens. Dat is zijn handler. Ja? Tinus Koops is iets wat meer dan een simpele informant. Tinus Koops gebruikt drugs en er wordt zelf ook gebruikt.